Herdenken, dat doe je alleen en dat doe je samen. Alleen als je tijdens de minuten stilte je eigen gedachten en herinneringen door je heen laat gaan. Samen door bijeen te komen op plekken als ons mausoleum. Maar u zit nu waarschijnlijk thuis. En ik sta, terwijl ik spreek, alleen zonder publiek. Bij elkaar komen, hand in hand, zij aan zij? Nee, niet dit jaar. Niet in het jaar waarin het precies 75 jaar geleden is dat een einde kwam aan de bezetting. Het jaar waarin we juist extra veel van plan waren. Herdenkingen wilden we organiseren rond alle oorlogsmonumenten in onze gemeente. Er zouden bloemen en kransen zijn, welgekozen woorden, een gedicht en muziek. Overal anders en overal hetzelfde. Met vaders, moeders, opa's en oma's, kinderen en kleinkinderen die dit moment samen willen beleven. Samen omdat we de geschiedenis willen doorvertellen en vrijheid willen doorgeven. Uiteindelijk blijft slechts één onderdeel over, die 2 minuten stilte. Het is een wrede speling van het lot dat juist dit jaar dat virus toeslaat en een aanslag pleegt op onze vrijheid en ons laat voelen hoe het is als je niet in vrijheid kunt leven. Als je de straat niet op kunt en afstand moet bewaren tot alles en iedereen. Een sociale zonsverduistering, zo wordt wel gezegd. Inderdaad, zo voelt dat soms. Maar toch weten we elkaar te vinden. Juist nu. Al zien we elkaar niet of nauwelijks, we letten beter op elkaar. Doen boodschappen voor onze oude buurman. Organiseren concerten voor verzorgingshuizen. We regelen hoogwerkers om met onze geliefden te praten. En we eren onze helden. Veelal heldinnen die dag en nacht doorwerken in de zorg. Inlevingsvermogen, empathie, misschien niet onze sterkste eigenschappen, maar nu laten we zien dat wij die wel degelijk hebben. Onze gedachten gaan uit naar tijdgenoten, maar ook naar mensen die vroeger met ontberingen te kampen hadden, met oorlogen of epidemieën. Teruggetrokken in onze huizen denken we natuurlijk terug aan dat meisje in het achterhuis. Haar leven en vrijheid werden bedreigd. Haar dagboek halen we weer uit de kast. Ja, de straten zijn leeg. De stilte is soms oorverdovend en alle festiviteiten zijn afgelast. Maar ondanks dat, en misschien juist wel daardoor, zijn we dit jaar heel goed in staat om te herdenken. Om in gedachten te zijn bij al die mensen die in die lange oorlogsjaren ervoor kozen het goede te doen. Waaronder onze Edese verzetstrijders, van wie de 44 namen voor eeuwig staan gegrift op ons mausoleum. Ja, we zullen nooit vergeten wat er is gebeurd. We zullen nooit vergeten hoe broos vrijheid kan zijn. En we zullen nooit vergeten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dan is er de stilte. 2 minuten lang.